We gaan vandaag meneer Cocorico kortwieken. Hij is ietsje te groot en hij vindt het nogal leuk om gewoon op de draad te vliegen en te ontsnappen. Hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig? Een schaar en een haan die we gaan kortwieken. Het kortwieken zorgt er eigenlijk voor dat hij niet meer uit de ren kan vliegen. Hoe gaan we dat doen? We zien hier de volledige vleugel. En we gaan die eerste slagpinnen die dat je hier ziet, die gaan we gewoon kort knippen. Dus eigenlijk zoals nagels knippen bij ons, dat doet geen pijn. We zien of we dat kunnen alleen met zo'n groot beest. Voilà, dat is dus meer dan genoeg. Door dat maar aan de ene kant te doen, zorgen we er eigenlijk voor dat een haan uit balans gaat wanneer het hem gaat proberen te vliegen. Dus als hem nu subiet terug zou gaan vliegen, dan zou zijn een goede vleugel het werk doen. En zijn andere slechte vleugel, zijn een korte vleugel nu, brengt hem uit balans. En dat zorgt er eigenlijk voor dat hem niet meer kan ontsnappen en dat hem bij zijn hennetjes kan blijven. Voilà, dit was Cocorico. En nu kan hij terug naar zijn kroost. Bedankt voor het kijken en hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd. Succes om het zelf te doen.